Wij gaan ook door naar onze awardronde. De pitches hebben we vandaag al gehoord. De stemmen hebben opengestaan. En ook de vakjury heeft daar uitgebreid naar gekeken over de afgelopen periode. De zesde keer alweer dat deze prijzen voor de meest innovatieve en meest effectieve inzet van tooling en best cases worden uitgereikt. Ik doe dat niet alleen. Ik doe dat samen met Patrick. Die kennen we natuurlijk al. Hij heeft deelgenomen in de jury. Niet voor de eerste keer dit jaar. Dus hij weet hoe het eraan toe gaat. Kom erbij. Dan gaan we hier rustig bekendmaken wie dat mogen worden. De zesde keer. We noemden het al even. Misschien om heel even terug te gaan in de tijd. Waarom is deze award in eerste instantie bedacht of in het leven geroepen? Oh, dat is een goede vraag. Dat moeten we eigenlijk Martijn vragen. Maar ik ben erbij gevraagd om vanuit een meer expertmatige rol te kijken naar tooling en techniek. Zoals ik eerder zei, ja, recruitment techniek was vroeger een beetje eng. Mm-hmm. Dus laten we daar inderdaad dan toch naar kijken om het toegankelijk te maken, om de toepassing, om die boven tafel te krijgen. En je moet ook echt wel stevig echt wel je best doen om deze award, om je in te schrijven, om te winnen. Je moet echt heel duidelijk maken wat de techniek is die je gebruikt, wat het effect is en welk impact je maakt. En zodat dat het niet alleen maar een zelfstandig stukje techniek in een hoek is, maar dat we er ook met z'n allen van kunnen leren. En dat zie je dus ook dat steeds professioneler wordt in deze hele award. Ja, mooi om te zien. Nou, jij hebt een boel werk gehad om alles door te nemen. Is er iets te zeggen over de kwaliteit van de inzendingen dit jaar? Dat ik merkte dat die voorheen was die heel wisselend. Mm-hmm. En nu zie je dat ze allemaal echt er echt werk van hebben gemaakt. Eerst in de inzending, vervolgens in de presentaties. Sommige mensen zelfs in de kleding. En we hebben ook weer meer inzendingen. Totaal 18. 10 cases en 8 tooling. Dus veel. En mensen die willen dus ook. Ja, mensen zenden opnieuw in. Ja, leveranciers die willen hem nog een keer winnen. Mm-hmm. Aangepaste case ga ik dan vanuit? Het moet zwaar aangepast. Ja. Je kan niet met dezelfde case en een klein beetje innovatie. Je moet ook daadwerkelijk echt wel een nieuwe module of nieuwe functionaliteit of een volstrekt nieuwe case inleveren. Dus tevreden over de kwaliteit van dit jaar? Ik ben heel tevreden. Ja, het is mooi, dat is goed om te horen. Ik zei net al even, er is een vakjury en er is ook een publieksjury. Hoe werkt dat precies? De inzending gaat in de eerste ronde op papier lever je in. Mm-hmm. Wij als vakjury mogen die eerst van het papier beoordelen en natuurlijk ook vanuit onze eigen expertise en netwerk. Dan als de beste cases voor de shortlist, die komen bij ons langs. Die mogen pitchen, ook weer heel strak geregisseerd. Maar dan mogen wij nog even wat even vroeten onder de motorkap. Vervelende vragen stellen. Ja. Vervelende vragen stellen en dat is heel leuk om dan nog even echt mensen. Ja, klopt dat nou wat je daar hebt gezegd of niet? Wij stemmen en wij geven onze onze jurering. En vervolgens mogen de shortlist. Ja. Die mogen het publiek vragen om op hen te stemmen. Dus we hebben de juryprijs en we hebben de publieksprijs. En uiteindelijk komt dat bij elkaar in één dat resultaat. Komt straks samen hier in straks de award in beide categorieën. Heel mooi. Volgend jaar awards opnieuw en kunnen mensen straks gaan inzenden? Uiteraard. Waarom zou je dat doen? Waarom zeg je van nou, daar moet je in deelnemen? Voor de toolleveranciers is het vaak echt wel een springplank. Ja, het is een toch wel een prestigieuze award die je verder kan helpen. Je kan toch zeggen, ja, ik zit in de elite van Recruitment Tech van Nederland. En we zijn ook gewoon in Nederland vooruitstrevend en vooruitlopend de rest van de wereld. Voor de cases is het ook weer heel goed beseffen, ja, wat heb ik nou gedaan? Ja, en ik merk dat heel veel corporates of heel veel bureaus die zijn. Die doen hele gave dingen, maar die vergeten dat om te ventileren. Ja, en als ze dat een keer opschrijven voor onze case, dan merk je gewoon dat dat navolging heeft. Ja, je zegt niet te bescheiden zijn, gewoon lekker meedoen volgend jaar. Zeker. Nou, dan gaan we kijken wie er dan weer bij komt. Voor dit jaar hebben we dus 6 genomineerden, 3 per categorie. Zullen we eens gaan kijken wie gewonnen heeft? Ben je er klaar voor? Gaan we doen. Ja, dan hoop ik dat de genomineerden er ook klaar voor zijn en jullie thuis ook. We gaan kijken in eerste instantie naar de genomineerden in de categorie Best Cases. Hier gaan we. Independent Recruiters. KPN.
en picknick. Dat zijn ze. De drie genomineerden. Ik zou zeggen, Patrick, het moment is aan jou om de winnaar de bekend te maken. Het moment is daar. Is het KPN die interne mobiliteit en recruitment heeft samengevoegd? Is het Picknick die volume recruitment 90% efficiënter heeft gemaakt? Of is het Independent Recruiters die zijn recruiters op steroïden heeft gezet met Recruit Robin? De winnaar is Independent Recruiters. Overt-Jan, gefeliciteerd. Hij is voor jullie. Jullie mogen hem meenemen. Vertel, wat gaat er door je heen? Dat is een mooie vraag. Ja, ik wilde ze het gewoon bedanken. Je hebt gestemd. Nee, ja, je bent in het to winnen, dus je wil winnen. En dan is het heel fijn als je wint. Zeker van een hele mooie. We kijken even of we de microfoon kunnen aanzetten, en dan horen we je beter. Zeker als je bedrijven als Picknick en KPN tegenover je hebt, dan is het fijn als je die de loef af kan steken in het goed oud-Nederlands, toch? Dus deze mag worden afgestoft de komende tijd bij jullie in de kast om hem mooi te laten blinken. Ja, ja. Ik zou zeggen, neem hem mee. Hoe groot is jullie team ongeveer? 28 mensen. 28 mensen. Nou, ik zou zeggen, taart voor iedereen. Of die dan wordt opgestuurd, of dat jullie lekker met z'n allen bij elkaar komen, als dat weer mag. Heel veel plezier ermee. Ik zou zeggen, gefeliciteerd en neem hem lekker mee naar kantoor. Dank je wel. Mooi. Ja, dan gaan wij zoetjes aan door naar Best Tooling, de volgende award. Maar ik wil van jou nog graag even horen, die vakjury waar jij onderdeel van uitmaakt. Bas Westland noemde ook al een paar mensen die daarin zitten. Maar misschien is het leuk als jij eens nog even vertelt wie daar heeft meegekeken. Ja, ik sta hier als vervanging van onze voorzitter Marnix de Groot. Die inderdaad vanuit zijn rol, vanuit echt de business, kijkt naar corporate recruitment en naar deze tools en naar deze cases. Helene Stoevelaar. Nou, die fantastisch dagvoorzitter heb. Je hebt grote schoenen te vullen. Maar, zeker. Helene, ik mis je. En binnenkort gaan we tompoesen eten. Martijn Ulaken, vertegenwoordiging van Albert Heijn, de winnaar van vorig jaar. En Patrice Boonstoppel vanuit Compagnon. Met wie wij inderdaad samen toch echt wel die pittige taak hebben gedaan. Om goed te kijken naar welke case vonden wij nou en welke tool vonden wij nou de beste. En hoe hebben jullie dat gedaan? Moet ik me mijn Zoom-calls voorstellen of verhitte WhatsApp-gesprekjes? Nou ja, Martijn Hemminga die heeft dat fantastisch begeleid. Inderdaad met Google Docs en inderdaad ook Zoom-discussies. En volgens ook live dat de presentaties er kwamen. En voor ons ook in het jury, de evaluatie, is het ook wel interessant. Want je ziet ook in de cases drie totaal verschillende cases. In de tooling was dat nog veel diverser. We hadden tools die echt op de core techniek kijken en een soort middellaag. Je hebt sommige die, zoals TextMetrics, die kijken naar teksten en bias. Ja, heel ander vlak. Ja. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze een concreet probleem oplossen. TextMetrics, de vacature teksten. Volgens mij zijn we allemaal ervan bewust dat dat een heel belangrijk onderdeel is van onze werving. Als we die dan ook nog eens een keer unbiased kunnen doen. Fantastisch belangrijk. Sourcing, inderdaad. Hoe kunnen wij de juiste mensen vinden, heel specifiek. Of een Joboti, die candidate experience omhoog. Dus onvergelijkbaar, maar wel heel concreet. En ik ben heel trots om dan over te kunnen gaan naar de beste tool. Ja, want we hebben een winnaar, maar niet voordat we nog even gaan kijken naar de drie genomineerden. De genomineerden voor de Recruitment Tech Awards 2020 in de categorie Best Tooling zijn Joboti, Recruit Robin, en TextMetrics. En dat waren ze, onze drie genomineerden. Het is aan jou, Patrick, weer de mooie taak om de winnaar bekend te maken. Daar gaan we. Dan komt het ceremoniële moment. Wordt het Joboti, Candidate Experience, TextMetrics, vacature teksten, of wordt het een landslide voor Recruit Robin, de winnaar van vorig jaar. En ook met de case de winnaar zojuist.
De winnaar is geworden. Recruit Robin. De microfoon wordt er even bijgezocht. Te gek. Kijk, nieuwe vak niet voor niks aangetrokken. Nee, zeker. Ik wil zeggen, gaan bij je award staan een beetje ongeveer in die buurt. Net. Terwijl we onze afstand houden. Hij staat te shinen. Nou, ja. Hoe voelt dat? Te gek, echt super cool. Ja, we hebben er best wel een beetje ons best voor gedaan. Maar het is wel gewoon heel vet. Het is het tweede jaar op rij, maar weet je, zo'n start-up is een avontuur. Je bouwt. En dit zijn wel de momenten waarop je denkt, als team, we moeten door. Dit is goed, we zijn goed bezig en we gaan nog meer mee te maken. En ga je volgend jaar weer inzenden? Of zeg je nou? Ja, drie keer op rij zou wel mooi zijn, hè? Ja, maar ook steeds moeilijker natuurlijk. Ja, dat is waar. Kijk, laten we dat ook wel voorop stellen. Het is niet dezelfde tool. Het is echt een stevige doorontwikkeling. Klopt. Die naast het sourcing ook echt het engagement gedeelte heeft toegevoegd. Ja. En dat is volgens mij echt wel een volgende stap. Is veel meer dan een absoluut. Ja, dus klein stapje. Laat ik zo zeggen, innovatie, dat is eigenlijk de vraag die je me stelt. Gaan wij weer zo'n stap maken? Ja, we hebben hele mooie dingen op de planning. Maar krijgen we het af? Is het goed? Werkt het? Weet je, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Dus we gaan focus houden op het verbeteren van het product. Innovatie is een belangrijk onderdeel. En dan zien we volgend jaar wel of we hier weer staan. Maar mooi. In ieder geval bedankt voor jullie. Gefeliciteerd. Thanks. Lijkt me een prachtige ambitie. Gefeliciteerd. Geniet ervan met het team. Een biertje gaat vast open. Dat voelt vast goed. En ook fijne thuisreis in dat prachtige pak. Ja, hè? Heerlijk toch? Goed. Bedankt mensen. Dankjewel. Tot ziens. Patrick, ook dank dat je hier namens de jury naast mij stond. Hard werk was het voor jullie. En misschien volgend jaar weer. Dus we gaan zien of je dan weer naast me staat. En wie er dan gewonnen heeft. Dank je wel, tot zover. Dank je wel.